Kijk aan, kijk aan. Hiermee krijgen we inderdaad sharpness erop. Dus je ziet dat het maar een heel klein beetje is, maar als we letterlijk alles erop flikkeren, dan zie je me inmiddels over springen naar 13. Maar dan moet je dus nagaan als we dus ook deze erop doen, dan heb je dus, kijk, het kost dus dan wel twee modifiers, maar dan zie je dus al, we hebben dus weer een sharpness van 14. Niet dat het heel veel op dit moment uitmaakt, want dit is namelijk een super goedkoop ding. Weet je wel, en ik ga andere dus maken van Munellium, weet ik het allemaal. Dus we gaan dit in eerste instantie wel even opdouwen. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk ook eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. We gaan vandaag lekker verder. We gaan denk ik vandaag beginnen met het maken van een uraniumblok. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden achtergelaten door Andy natuurlijk. Waardoor je dus, moet ik het goed zeggen, hij zei het in ieder geval 20 tot 30 keer ongeveer sneller lava krijgt. Nou is natuurlijk niet per se nodig. Maar met onze blik op de toekomst, met natuurlijk een netherrack wat we allemaal willen gaan maken, etcetera, etcetera, is dat natuurlijk toch nog best wel handig. Nou is het zo dat hij zei dat ik Yellowrite, dus kortom als deze. Klopt dat? Oh nee, wacht, dit is Yellorium. Even kijken, hij zei in ieder geval Yellowrite. Even kijken hoor. Dat ik dat in ieder geval moest gaan omsmelten gewoon. Dit is wel wat hij zei. Oké, dat is gewoon Yellorium. Dus dit, dat ik dit moest gaan omsmelten in een furnace. En dat ik het dan, even kijken hoor, volgens mij nog tegen uranium blok, uranium dus in een furnace doen, dan krijg je ingots en dan 3x3. Kortom, we hoeven dit alleen maar om te smelten en dan zullen wij het in ieder geval gaan krijgen. Ik ben even benieuwd wat we hier natuurlijk nu van gaan krijgen. Daarna gaan we natuurlijk meteen bezig met onze cleaver, omdat we dan natuurlijk daarmee bezig kunnen gaan om uiteindelijk beheading en alles erop te gaan krijgen. Ja, we krijgen in ieder geval van deze hier, we hebben in ieder geval 9 van nodig. Maar dan gaan we in ieder geval proberen om beheading erop te krijgen. En als we een beheading hebben, dan kunnen wij natuurlijk dan weer door met het zorgen dat wij de hoofden krijgen. En dat we natuurlijk uiteindelijk dan weer door kunnen gaan en door en door en door en door en door. Dus dan, we wachten nu eerst even snel hierop. Overigens wil ik niet al mijn Yellowrite Dust hiervoor gaan gebruiken. Want als je namelijk gaat kijken bij het 7, je hebt letterlijk een 8% kans. Dat is op zich, nou, dat is op zich wel te doen. Je hebt ongeveer een 8% kans dat je het krijgt. Dus laat ik zo zeggen, het is niet extreme rare van, oh, je krijgt het bijna niet. Maar, hè, dat dus. Ik weet ook niet, waarom ga je nou niet gewoon door, alsjeblieft, hallo? Wat is dit voor grap? Ik bedoel, de server is niet, ik bedoel, nee, er is hey, wat? Oké, ik weet niet wat hier nu gaande is, waarom die niet verder gaat, maar... Oh, hij ging in één keer weer door. Oké, goed, we hebben er inmiddels nu 6. Nogmaals, ik weet niet wat er zojuist net gebeurde, maar hij lagged, I guess, erover ofzo. Ik weet niet of dat kan, maar... Dat deed hij in ieder geval fucking raar. 7, hierna komt nummertje 8 en hierna komt nummertje 9. Daar ga ik in eerste instantie ook bij later wat ik al zei, want ik heb zoiets van... het is niet heel moeilijk om hier aan te komen, maar ik heb zoiets van laten we hem gewoon even bewaren. Achteraf denk ik nu ook, hadden we dit niet gewoon in de... smeltering moeten flikkeren dat we er 2 per ingot kregen. Waarschijnlijk wel. But we don't give a fucking damn. Fuck it. Jammer dan, maar I don't give a damn. Oké, goed. Dan maken we dus nu hier, als het goed is, op deze manier nu een uraniumblok van. Nee, dan heb je een yellowrite blok. In een furnace okay, en dan ingots. Ja, maar dan krijg ik dus dit. Ik weet niet of dit daadwerkelijk het blok is wat je bedoelt, bruh. Maar we gaan even kijken hoe wat allemaal. Deze kunnen we ondertussen trouwens wel even hierin douwen. Want dan kunnen we namelijk deze hier onder de... Nee, dat bedoelde ik niet. Dat bedoelde ik dan ook weer niet. Nee, goed, doen we dit nog even één keertje, nog een keertje. Zo, zo, zo. Halen we even snel deze weg. Komt u maar. En dan pakken we snel deze op. Zo. Werkt dit? Nee, kijk, ik zie dat werkt niet. Ik weet niet waarom ik een Yellowrite blok van jou moest maken. Maar dat werkt in ieder geval niet. Had ik op zich ook wel... Kijk, als je zegt uranium, dat snap ik. Dat uranium er misschien onderkant dat gaat werken. Maar Yellowrite, nee, dat niet. Waarschijnlijk doe ik nog wel iets verkeerd ook. Waarschijnlijk dan hebben ze zoiets van, wat doe je nou? Maar het staat hier letterlijk... als je dus, je hebt een uraniumblok om die crucible, dat is 20-25 keer sneller met de yellowrite dust in een furnace, dan krijg je ingot en dan 3x3. Voor mij heb ik dat zojuist gedaan. Maar blijkbaar niet. Hoewel, we kunnen nog wel even gaan kijken naar, snel naar uranium. Dit is natuurlijk een blok of uranium. En dat kan je natuurlijk weer krijgen door uranium ingots. En dat kan je natuurlijk weer krijgen door, nou, uranium te gaan smelten. Wat dan ook allemaal, uranium kip. Wacht, dit is een redstone met een enderpearl gebeuren. Oké, okay, nou goed, in ieder geval, uranium... uranium ore, dat, nou ja, in ieder geval een void ore miner. Goed, het is in ieder geval nu niet gelukt, doet er voor mij verder niet zo heel veel toe, want we hebben hier weer tijd dat we speelden dat totaal niet nodig was. Maakt verder helemaal niet uit, maar dit gaan we een andere keer wel lekker mee bezig. Is voor nu totaal niet boeiend. Goed, wow, kappa, dan gaan wij nu eerst onze cleaver maken.
Want daar heb ik oprecht zin in en daar zijn we al veel te lang niet meer mee bezig geweest. We hebben nodig voor onze cleaver een large swordblade en we hebben dus... Oké, we hebben dat ding ook nog nodig. Daar hebben we nodig dit met dit, want ik dacht dat wij het ook gewoon zo kunnen maken of zo. Nee, niet. Dan moet ik heel veel gaan kijken of we deze dan misschien toch zo... Nee, toch niet? Zo misschien? Zo? Nee, ook niet? Oké, zo? Nee, dat kan ook niet. Kunnen wij, en dat is misschien heel gek, maar kunnen we dit omsmelten dan? Nee. Hoe maak je dan daar een slime plate van? Dat durf ik zo 1, 2, 3 dus nu niet te zeggen. Want dat weet ik dus oprecht niet. Want dit werkt dus niet. Dat zien we ook allemaal. En als we dus even nu gaan kijken naar plate. Je hebt hem namelijk hier wel. Kijk, je hebt hier een slimy large plate. Maar hoe maak je dat dan? Maar hier heb je hem normaal. Hier is hij er al zeg maar van gemaakt. Hè? Kijk, ik snap dat je het kan maken door een gold large plate. En het, kijk, dat begrijp ik. Maar... Ik weet het zo natuurlijk niet hoe dat dan moet. Maar dat doet er ook voor de rest niet toe. Aan de ene kant, het mij niet zo heel veel uit. Kijk, het is gewoon natuurlijk keer op keer weer... iets beter wat je ervan voor kan maken, wat nog allemaal, maar en mij zien is heel veel uit. Wat hebben we eigenlijk nu in zitten nog? We hebben er nu in zitten. Weet je, zullen we gewoon obsidian plate maken? Kan dat eigenlijk? Nee, dat bestaat blijkbaar niet. Weet je wat, we doen wel een gold plate. Niet dat dat goed is of zo, maar fuck it, we doen het gewoon. Zat er overigens genoeg gold in? Voor mij niet, want je hebt voor mij 8 bloks ervan nodig. Of niet? Oh nee, is al klaar. Oké, goed. Nou, we hebben nu deze. Maar, wait a second. Nee, dat werkt ook niet, right? Nee. Oké, goed, dat werkt ook al niet, weet ik veel, joh, mensen. We maken het ons ook uit, joh. We gaan lekker dit ding maken. We zetten deze lekker daar. Dat kan overigens niet. Want we moeten natuurlijk hier nu... Oh, wait a second. Kunnen we dan nu wel obsidian maken ervan? Ja, nu kunnen we wel een obsidian plate ervan maken. Aha. We moesten hem dus net nog eens van stone hier naartoe maken. Overigens betekent niet dat we nu alsnog dit kunnen omsmelten. Maar ik weet ook niet hoe je dus de large slime plate maakt, mensen. Dat is voor mij echt gewoon... Abracadabra. Maar goed, maakt het op zich helemaal niet uit. Wacht even tot dit ding zo meteen klaar is. En dan kunnen we daar ook weer doorgaan. Want dat hebben we dus gewoon nu nodig. Om in ieder geval de boer te krijgen. Hoe gaat het voor de rest hier allemaal? Er zit nog een bijtje in. Daar gaat ons ook gewoon lekker door. Hoe gaat het hier verder? Gaat ook lekker door. Dit schiet ook weer lekker op. Natuurlijk, we hebben kapot voor Orsma. Ja, wat maakt het ook uit. Inmiddels 93%. There we go. 100. Hoppatee. En dan gaan we nu nog een poging doen. We moeten de cleaver hebben. Dan zetten we die daar neer. Zetten we deze daar neer. En hop, hop. Nee, deze kunnen daar niet. Oeh, dan heb ik de verkeerde gemaakt. En dat is dan dus dat ik wel deze moet hebben. En zoals je wellicht begrijpt, hebben we daar nu niet genoeg voor. Maar goed, dat kunnen we heel snel maken. Door eventjes snel zo te doen. There we go. Want we hadden namelijk net daar even iets te kort voor. En moet ik eventjes kijken. Dan moeten we denk ik deze maken, toch? Dan moeten we gewoon dit maken. Kost 3 materials, maar wel... Oké, we komen letterlijk 1 papiertje tekort, klopt dat? Kan dat kloppen dat we 1 papiertje tekort komen? Pakken gewoon dit en dit erbij. Nu horen mensen iets van, dubbie je sugarcane. We hebben nog 1 en dit geeft maar aan. We hebben gewoon al die tijd veel te weinig sugarcane gehaald. Zo, misschien is dit hem dan. Ik weet het ook niet 100% zeker natuurlijk, hè mensen. Maar het kan maar zo dat we deze moeten hebben voor de cleaver. Juist, maar oké, dan komt die daar en dan komt deze daar en dan zien wij hier een cleaver met inderdaad beheading 2. Dus als we nu deze cleaver gaan maken, instant beheading 2. Ik klik erop, ik wil eens naar kijken. Het maakt helemaal niet uit. Als het goed is, ja, ik druk nu shift en je ziet het, het verspringt nu ook meteen. Je ziet 4 modifiers, dat betekent we kunnen er nu 4 upgrades opgooien. Voordat we daar verder naar gaan kijken, gaan we eens even slapen. Maar het houdt zin, we kunnen dus 4... Hoe moet ik het zeggen? Ja, upgrade dus erbij opgooien. Dat houdt dus in. Stel wij zouden hier nu... En dan moet ik het even goed gaan zeggen hoor. Dacht ik een diamond blok pakken met gold. Dan pak even hier eentje van. Dan pak even deze voor de zekerheid. Dat weet ik overigens niet zeker of dit was of dat het dit was. En dan kan je in ieder geval weer extra modifiers erop zetten. En weet ik het allemaal. Dus als we nu deze dan weer zo... En dan bijvoorbeeld... Zoiets. Je kan in ieder geval op een bepaalde manier nog weer extra modifiers op flikkeren. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer allemaal hoe het allemaal was met alles erop en eraan. Want je ziet ook allemaal weer allemaal andere dingen. En oh. We kunnen er wel diamond op doen. Gaan we overigens niet erop doen. Want wat gaat er überhaupt van omhoog? Ik weet het eigenlijk niet.
Kijk. Je ziet dus nu, als ik hier dus nu een diamond neerziet, je ziet dus daadwerkelijk een verspringen. Je ziet dus, er gaat dus een modifier af, vrij logisch. En als we dus hier alleen een diamond erop doen, dan gaat er dus wat attack damage bij en de durability gaat omhoog. Hij heeft dus nu, gewoon 500 durability. Dat wordt dan in ieder geval 45. Er komt iets bij. Dat zijn van die kleine dingen die je bijvoorbeeld kan doen. Kan dit dan hier nog? Nee. Maar kunnen we dit ding ook los hier zetten zo? Nee, daar gebeurt er ook niks. Ik zie er wel quartz. Misschien dat we even iets met quartz kunnen doen. Laat ik zo zeggen, mensen, ik ken al deze recipes niet uit mijn hoofd. Er zijn echt super veel recipes die je kan maken met een enderpearl, met een obsidian blok voor extra beheading en weet ik het allemaal. Maar ik heb het gewoon allemaal nu niet uit mijn hoofd erbij, want kom op man, dit zijn van die dingen helemaal zo moeilijk te maken. En waar ik al lang blij mee ben is dat er überhaupt beheading 2 op staat. Ja, dat kan nog allemaal omhoog en weet ik het allemaal, maar dat is voor nu totaal niet boeiend. Kijk aan. Hiermee krijgen we inderdaad sharpness erop. Dus je ziet dat het maar een heel klein beetje is, maar als we letterlijk alles erop flikkeren, dan zie je me inmiddels over springen naar 13. Maar dan moet je dus nagaan als we dus ook deze erop doen. Dan heb je dus, kijk, het kost dus dan wel 2 modifiers. Maar dan zie je dus al, we hebben dus weer een sharpness van 14. Niet dat het heel veel op dit moment uitmaakt, want dit is namelijk een super goedkoop ding. Weet je wel. En ik ga andere dus maken van Munelium, weet ik het allemaal. Dus we gaan dit in eerste instantie wel even opdouwen. Maar wat ik zeg, het is een super goedkoop ding wat we nu maken. Het is ook een heel slecht ding. We moeten nog een keer een goede gaan maken, maar dat is voor nu helemaal niet boeiend wat dat betreft. Ik zou ook dat we bijvoorbeeld hier nog dit erop op kunnen flikkeren. Wat komt er dan nog even bij op? Luck 1. Nou, dat houdt dus dan in. Dan doen we een hele stack erop. Luck 1 is volgens mij net als Fortune, dacht ik. Verder ook niet zo heel erg boeiend natuurlijk om nu erop te zetten. Maar we doen het toch maar eventjes, want we maken hem nu toch. Waarom niet? En hier kan dan nog een ingot boven. Wat van alles gezegd. Maar goed, we maken deze gewoon. There we go. Hoppatee. Wij ziet het dus nu inderdaad. Er zit dus nu op beheading 2. Luck 1. Sharp en ja, diamond dan. En dan zie je dus looting 1. Alles erop en eraan. Dit is in ieder geval nu even ons tijdelijke, op zich relatief slechte zwaard. Maar dit gaan we in ieder geval nu eerst even tijdelijk ervoor gebruiken. In de tussentijd, wat wij gaan doen is toch wel eventjes het volgende. En dat is toch dit allemaal aanzetten. En de boel laten leegtappen en ondertussen nieuwe dingen erin flikkeren. Ja, we gaan absoluut nog bezig met het maken van nieuwe dingen van dit allemaal. Absoluut. Maar we gaan zo eerst even naar de Nether toe. Om natuurlijk die hoofden af te maken. Maar in de tussentijd, ja, heb ik zoiets van, dan kan dit net zo goed gewoon even allemaal weer lekker doorgaan met het hele gebeuren. Want we zijn voorlopig hier nog eventjes niet ready mee. Want wat ik dus al aangaf, we hebben hier dus Munelium voor nodig. En Munelium is dus een bepaald materiaal wat we nog moeten gaan maken. Daarvoor hebben we dus best wel veel lava nodig. Dus het is behoorlijk van belang dat wij eigenlijk één ding doen nu. Dat is eigenlijk ons lava. Bucket. Ons lava heel de tijd nu uit de crucible hier halen. En eigenlijk gewoon of meteen gebruiken. Of gewoon ergens storen. Zodat wij uiteindelijk dan genoeg hebben dat we natuurlijk de boel kunnen saven. Omdat we dan uiteindelijk de 2 oors kunnen hebben die we dus nodig hebben om Munelium te maken. Misschien dat ik ook nog wel wil gaan kijken uiteindelijk voor een kip ervan. Maar dat is voor nu eventjes nog niet aan de orde. We kunnen in ieder geval super makkelijk dit hier wel nu mee maken. Want dit hebben we dus keer op keer nodig voor het hele gebeuren. Zo. Dan hebben we dit in ieder geval vast weer gemaakt. Daar zijn we er ook weer een beetje blij mee. Want alle beetjes helpen daarentegen. Nou, dit eventjes nu tijdelijk hierin. Dan hebben we deze eventjes daartussen. En dan als het goed is, aangezien we natuurlijk ook nu de boer hebben ingeladen en we hebben genoeg power, kunnen wij dus nu naar de Nether toe gaan. En hoeven ons eigenlijk ook geen zorgen te maken dat wij zullen doodvallen, om zo maar te zeggen. Want wij hebben nu genoeg grid power die ook in de nachttime door blijft gaan. Waardoor wij dus het gewoon vol blijven houden. En wat we dus nu gewoon kunnen doen is, ja, we hebben hier natuurlijk onze draak, maar we kunnen nu gewoon, kijk ook even hoe snel dat gaat, mensen. We kunnen nu gewoon keihard deze kant op vliegen. En als het goed is kunnen we hier gewoon nu een paar beesten gewoon de kop doorhakken en dan doorgaan. Dat betekent dus ook, we kunnen ook bezig gaan dus met die furnace te maken die we natuurlijk nodig hebben. We hebben daar natuurlijk ook een, voor mij hadden we ook wither skulls voor nodig. Even kijken hoor. Furnace. En dan moet ik even kijken hoor. Welke furnace was het ook alweer? Was het niet nog gewoon iets van een advanced furnace of zoiets? Of een mechanical furnace? Was het een mechanical furnace? Ik durf zo intuïtief niet eens te zeggen. Doet er in ieder geval niet toe, maar daar hebben we in ieder geval voor mij ook een Wither of een Netherstar. Nee, Witherstar. Heet dat een Witherstar? Een Endstar? Nee, Witherstar. In ieder geval die sterren we nodig, waardoor we dus even dat beest moeten verslaan. Moeten we ook inderdaad allemaal doen. Voordat we in ieder geval natuurlijk dat ding kunnen maken. Dat is natuurlijk wel super chill. Ik wil toch meteen even mijn zwaard gaan uittesten. La 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 la. We zijn hier aanwezig. Nou, waar zien we er eentje? Jongens, gaan ze even allemaal spawnen. Kom op.
Doe eens even een spawner. Doe eens even een spawner runner. Hier hebben we er bijvoorbeeld eentje. Hallo. En ik zei hallo en chaka. En chaka. En chaka. En we hebben nu een hoofd. Hij heeft geen hoofd gedropt. Au. Hij heeft gewoon geen hoofd gedropt. Het is zo zielig voor ons. We zien hier weer eentje. Teringvuur. There we go. En heeft u een hoofd gedropt? Nee, weer niet. Wait, what? Kijk, begrijp me niet verkeerd mensen. Beheading 2 is natuurlijk niet heel goed. In de zin van, je kan het voor mij veel en veel hoger maken door natuurlijk al die upgrades. Maar ik heb wel zoiets van... lag spike. Oh nee, dat wil je niet hebben in de nether. Maar ik heb wel zoiets van, drop eens even een hoofd. Weer geen hoofd. Wauw. Ik had verwacht mensen dat het iets sneller zou gaan hiermee. Dat we toch iets makkelijker nu aan onze head zouden komen al met beheading 2. Maar blijkbaar valt dat toch nog reuzen mee. Dus we moeten eigenlijk daar nog wel even iets op gaan bedenken hoe we dat eigenlijk... Ja, nou niet per se bedenken. We moeten eigenlijk gewoon upgraden. Zodat we dan in ieder geval een grotere kans hebben dat we natuurlijk gewoon instant die hoofden krijgen. Want het zou natuurlijk wel fijn zijn als we een keer die hoofden krijgen nu. Maar wederom geen hoofden. Oké, dat is heel jammer. Wat ik zei, ik had namelijk gehoopt dat we het al wel makkelijker zouden krijgen. Maar dat valt dus enorm mee op het moment. Dat is jammer. Jongens, laat mij je vermoorden. There we go. We krijgen wel een narcotic bone of wat het ook maar is. Maar dat hebben we natuurlijk niet nodig. Ik denk dat we straks even gaan kijken voor een upgrade voor toch nog een hogere beheading. Zodat we nog makkelijker eigenlijk dan aan de hoofden kunnen komen. Want het valt me erg tegen op dit moment. Ik had verwacht dat het makkelijker zou gaan. Natuurlijk is het krijgen van een hoofd wel rare. Alleen met beheading heb je gewoon een grotere kans erop. En dan moet ik zeggen dat ik... Ja, ik vind het oprecht tegenvallen. Ik had verwacht dat het een makkelijker ging, maar... Ja... Wat ik al zei, kijk, ik bedoel ook als je kijkt naar het sharpness. Ik bedoel, we konden hele stekken dingen erop zetten om natuurlijk meer sharpness te krijgen. Voor mij heeft dat ook te maken met beheading. Kan je ook allemaal van dat soort extra dingen erop zetten. Waardoor het ook allemaal weer sneller gaat en allemaal. Dus wat dat betreft, ja, we moeten daar gewoon even naar gaan kijken een keer. Maar goed, dat doen we morgen wel. Oh, kijk aan, hoppatee in hoofd. Ui, daar is hij al. Ik weet overigens niet hoeveel HP ik nog heb. Doe mij ook niet meer zo heel erg veel nu, maar goed. We pakken dit snel mee en we gaan even snel deze kant op. Oh, en we hebben nog best wel wat HP. In ieder geval ons tweede hoofd. We moeten nog een aantal hebben. Ja, het ging sneller dan eerst. Ik ben gewoon ongeduldig. Oké, ik wil het gewoon nu hebben, man. Super shamig, zeg. Ik wil het gewoon nu hebben. Dat is wel leuk als jij hem nu zou droppen, maar goed. Ik denk dat we morgen nog even doorgaan, mensen, met misschien een aantal hoofden te hunten. Misschien dat ik ook nog wel even kijken. Misschien toch eerst voor een beheading upgrade. Ik zie het nog wel. Maar dat is in ieder geval iets voor morgen, want ja. Morgen nieuwe dag, nieuwe kansen, toch? Oh, kijk aan. Nog een hoofd. There we go. We hebben nu al op zich genoeg hoofden. Maar voor mij hebben we nog een extra hoofd nodig om dat beest in te spawnen. Maar ja. Super makkelijk. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het in ieder geval maar een duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.